Kijkers, zijn jullie er al? Haha. Goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Jude Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En ja, je ziet, ik zit nog wat op mijn computer. Ik ben de vlog van gisteren nu in elkaar aan het steken. Die ik dan zelfs na het werk... kan uploaden. En dan zelfs nog iemand uit de nood helpen, want die heeft zich verslapen. Dus dan gaan we die ook maar gewoon even bij zijn thuis ophalen. Dan moet ik een klein beetje wel in sneller mode werken. Dus als er een fout in zit, excuse me. Ja, dus jullie hebben het gehoord, dus de vlogs komen altijd nu om 8 uur online en niet meer de gebruikelijke 7 uur. Bij deze zijn jullie dan nog eens op de hoogte gebracht. En ik zie dat ik hier ook een stuk fragment verkeerd heb weer al heb opgenomen. Dus in het recht. En dan moet ik dat weer ook gaan te goed zetten met de beeldverhouding. En dat is soms zo moeilijk, hè? Ja, gelukt. Dus ik ga even hier nog verder mee werken. Dus ik ga zelfs dan ook al vertrekken naar het werk toe. Dus ik zie jullie allemaal zelfs terug naar mijn werk. Tot straks, yo. Ah ja, kijkers, ik kom ook nog met een geweldige idee. Dat is... Ik ga ook een timestampje maken, dus als ik hier zelfs vertrek van mijn thuis uit tot aan mijn werk en dan van mijn werk tot mijn ouders thuis, want ik ga daar eten. En dan, ja, maak je daar een heel mooie timestampje van. Toppie! Ja, ik ben met een computer nu aan het invullen omdat hij moet afsluiten om 14 uur. Dus om 2 uur. Voilà. Mijn vlog die zit ook zo goed als in elkaar. Toppie! Dus alles komt wel in orde. Dus ik zal zeggen, geniet maar van de timeslip! Ik ga nu terug richting mijn appartementje. Ik heb weer gedaan met werk. Ik heb ook al gedaan.
bij mijn ouders te eten. En ja, ik heb wat nekpijn van het werken. Dat ik het niet meer gewoon ben, hè. Mijn spiekers zijn dat niet meer gewoon. Wat heb je dus vandaag weer gedaan? Zoals gisteren. Dus weer kartonnetjes die gekrompen worden. Dus uit de bandoleermachine of de krimpmachine. En dan moet ik die bestikkeren nog. En dan in een doosje steken. Die doosje toetapen. En dan weer al stapelen. Dat heb ik vandaag gedaan. En nu ben ik richting mijn appartementje aan het rijden. Ik ben zo fucking tired. Moe. Want ik dacht gewoon... Maar ik heb niet te snel gereden, want je mocht hier 50. En met dat gepiep, dat was 30. En nog op Rio, op sommige plaatsen hang ik nog altijd die witte doek uit, hè, voor corona. Het is wel irritant, deze coronatijden. Waarom? Om continu die masker aan moet doen. Voor je het niet te besmetten. Dus dat doe ik dan ook. En dan chapeau voor die mensen van de Witte Gele Kruis. En dan ben ik bijna thuis. Oh, ik ben echt moe. Ik ben moe. Ah, oh, fuck, ik moet niet in je gezicht komen. Juist. Ik ben echt moe. Ja. Ik sta vooraan. Yeah. Bij de rode lichten. En het is rood. Rood. De kleur van jouw liefde. Nee, ken ik niet. Ik dacht dat ik die kende, maar dat is niet. En, als jullie goed horen... Ik heb mijn veilig, mijn pinker aan. En dan heb ik ze biedt weer aan mijn pinker aan. Want dan ga ik de Langveldstraat in. En daar ga ik zwijgen, want dan kom ik ook aan de Mijnenstraat. Ik kon toch nog altijd wat privacy hebben, dus ik geef mijn adres ook niet weer in de vlog. Hoe staan jullie eigenlijk er tegenover van al die gedoe van corona en mondmaskers? Dus dat zijn dus twee vragen, hè. Dus heb jij een eigen mondmasker? Ja of nee? Doet je die aan? Ja of nee? Als je gaat werken, zijn je verplicht om een mondmasker te dragen? Ja of nee? Laat het allemaal in de comments weten. Want daar ben ik wel eens een klein beetje benieuwd naar. Wel van dat ik nu ook pas de tweede dag al terug ben gaan werken. Voor hoe lang? Ik hoop nu toch terug een tijdje. Waarom een tijdje? Dat er weer geen lockdown gaat komen van je weet wel wat. Voilà. Want ik ben doorlozebiet nog even weg naar mijn schatje. Voilà. En mijn buurman is ook juist thuis. Ik zie je allemaal. Ik ben terug thuis. Jawel. Wat ik nu als eerste doe als ik dan thuis aankom, dat is alles eerst doorgooien. Dan mijn laptop opstarten. Wat nu bezig is, ziet. Hij is aan het opstarten. Dan, als ik dan mijn paswoord mag ingeven, dus nu.
Dan laat ik die rustig verder opstarten. En dan, zoals gewoonlijk, ja, ga ik altijd naar deze kamertje. Naar de kleine kamer voor, naar het toilet. Dus ik zie jullie allemaal samen terug. Want er is het in mijn broek. En dat is niet de bedoeling. Zeg, wat me hier ook opvalt op mijn appartement, is... Het is wel, ook wel de laatste dagen ook veel zo van die langpoot... dieren. Die aan elkaar hangen. Precies dat die allebei aan het seksen zijn. Kijk maar. Ziet je dat? Zie je dus? Die hangen gewoon toch aan elkaar. What the fuck? En dat zie ik dus echt regelmatig. Zijn die nu echt kindjes aan het maken, ja of nee? Laat het hier onder in de comments weten. Dan ga ik terug naar mijn laptop toe. Dan ga ik mijn vlog nog uploaden natuurlijk. Op YouTube. 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 Dan is, ja, ondertussen tijd is ook dan mijn pc volledig te gooien opgestart. Dus dan kan ik dat ook al heel snel dan in de upload gooien. Heeft Bea nu eigenlijk corona? Dat vroeg Kratij Plaratij. En Kratij Plaratij, een klein vraagstuk, alsjeblieft uw profielfoto veranderen. Dank u. Dus ik vraag het nu beleefd. Nee, Bea heeft dus geen corona. Nee. Dus bij deze weet je dat ook. Dus nu ga ik de vlog uploaden. En ik zou nog wel eens beantwoorden in de Q&A. De eerste werkdag was dat. Dat was gisteren. Nee. Ja. Vlog 840 dacht ik dat we al zaten. Zet eens kijken, go. Ja, 840 moet nu geüpload worden. Dit is dan 841 al. Het gaat toch wel redelijk snel hoe we met de getalletjes omhoog gaan. En ook hoeveel dat ik al heb geüpload. Elke dag weer al opnieuw en opnieuw dat ik aan het uploaden ben. Speciaal allemaal voor jullie. Yay! En nu nog alles te goed zetten. Playlist selecteren. Vlogs, gereed, volgende, dan plannen om 8 uur. Ja, want de vlogs komen nu niet meer om 7 uur online, maar om 8 uur. Een uurtje later. Dat is toch niet erg, hè, mensen? Of wel? Voilà, sluiten. En dan is hem aan het uploaden. Voilà. Dan komt hem ook weer al op tijd online. Vlogs komen later online en daar zijn, die heeft nog maar 19 views gekregen, dat vind ik ook wel raar. Maar ja, maakt niet uit. 2 comments op mijn vorige vlog. Eens even gaan kijken. Ah, daar heeft 20 uur geleden heeft er ook nog iemand gereageerd. Huh? Wat heb ik nu weer gisteren gedaan? Dat is op mijn laptop, hè? Ik was echt gedrukt. Amai man, ik was echt vrolijk. Dus even kijken of ik daar geen copyright op gekregen heb.
Even kijken. Kanaalvideo's. Eens even kijken. Nee. Toch raar. Huh, lol. Oké, ik ga jullie nu laten. Ik ga nu even een klein touchje doen. En dan ga ik door naar Bea. Zo, mensen. Ik ga gewoon naar Jurgen's Christmas House. Voor een 2 milkshakes, A-bekers gaan te kopen. En dan nog 3 bolletjes mokka met chocoladesaus. En misschien een boog wel slagroom, ja. En dan richting mijn schatje gaan. Ik hoop dat ik dan terug ben. Ja, daar ben rond een uur of 7. Oh my. Dus ik ga proberen om 7 uur toch daar te arriveren. Dus ik zie jullie allemaal samen terug bij Bea. Bea, als je dit ziet, schat, ik hou heel veel van u. En echt waar, dat wenen dat heeft mij ook wel echt heel fel geraakt. Ik weet hoe moeilijk dat je het hebt om afscheid te nemen van mij. Maar ik moet denken, ik ben heel rap terug hoor. Terug bij jou, echt waar. Morgen ben ik alweer bij jou. Beloofd. Echt waar. Want ik heb het ook al moeilijk hoor, mensen. En schatje. Maar ook aan het opletten op de baan. Dat ik geen accidentjes veroorzaak. Dat willen wij ook weer al niet. Hè? Dat willen we niet. Nee. Dus ik ben nu terug onderweg naar mijn appartementje toe aan het rijden. En daar ga ik nog naar. 2 keer Enzo Knol kijken, want daar ben ik ook nog vergeten te kijken. Vandaag is ook woensdag. Dus dan gaan we ook weer al eens kijken naar Stuk TV. Met een doe-opdracht of zo. Opdracht, of ik weet niet wat het juist is, wat Stuk TV heeft uitgebracht. Woensdags. Ik dacht van wel dat het doe-opdrachten waren. Oh man, ik hoor hier weer al ergens zo'n notteke die knettert. Oh, zalig geluidje. Vroeger was ik daar wel op tegen. Maar nu begin ik het wel leuk te vinden, dat geluidje. De dag zit er weer al op. Het is weer al snel gegaan. Ja. Als ik moet gaan werken, gaat het altijd snel. En dan, door de corona, is er ook nog zelfs nog geen familie op televisie. Blech. Geen buurpolitie, niks hè. Helemaal niks. Maar ja, dus bij deze, ik ben hier weer al goed op aan het letten op de baan. Het is nog altijd ontzettend druk op de baan, moet ik wel eerlijk toegeven. Dus mijn cruise control opzetten op 120. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie altijd op de hoogte van wanneer dat er een nieuwe video online gaat komen. Of een nieuwe vlog. Dus denk eraan, elke dag mijn vlog om 8 uur.
niet meer het gesprokkelijke tijd om 7 uur. Dus sorry ervoor. Dat heeft allemaal ook te maken dat ik dan ook rustig op mijn gemakje naar mijn schat kan gaan. En dat ik dan nog de tijd heb om nog te kunnen uploaden. Dus bij deze. Ik ga hier afronden. Tot morgen. Even nog bij manoeuvreren. Die Jeep, ik ben aan het blijven filmen, maar die Jeep die voor mij rijdt, ah my man, die is weg. En dan nog shoot voor de rode lichten, echt alles op de rem gooien, alles. En het is nu 20:04 en het is 11 graden volgens Auto Expert en in mijn auto is het nu ook 4 minuten na 8. Het is 20:04. Het is nu 20:05. Daar is nu 11 graden. En bij mij is 20:05 12 graden. Dankjewel voor het weerbericht. Doe. Tot morgen. Ciao.